De behoefte aan faciliteiten voor studenten van de faculteit voor WIS en Natuurkundige Wetenschappen, FWNW aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, is aan het groeien. Om aan deze groei invulling te geven, is er vandaag een extra practicumlokaal in gebruik genomen. De onderwijsinstelling maakt efficiënt gebruik van de ruimtes op het terrein, doordat het eerst diende als opslagruimte. Decaan Kartika Durjan Ramotar zei bij de ingebruikname dat de universiteit inspeelt op de behoeften van de studentenpopulatie die flink aan het toenemen is. Wel, de FWNW die groeit, de studentenpopulatie groeit en daarmee dus ook de behoefte aan nog meer faciliteiten. Daarnaast bieden wij geaccrediteerde opleidingen aan, dus we zijn verplicht om ons te houden aan de standaarden en voldoende faciliteiten beschikbaar te stellen. En met oplevering van een extra practicum college lokaal betekent het dat nog meer studenten gebruik kunnen maken van hun practicum. Ze kunnen efficiënter met hun tijd omgaan, toch? We kunnen tegelijkertijd meer studenten accommoderen. En ook het wetenschappelijk personeel kan dus gebruik maken van deze ruimte voor onderzoeksdoeleinden. Het project wordt in 3 fasen uitgevoerd, waarbij de Adecus de eerste fase voor haar rekening nam. De tweede fase, van 50.000 SRD, is gefinancierd door het Bureau Gemeenschap Projectenprogramma van het Ministerie van Financiën en Planning, terwijl voor de derde fase er $50.000 nodig zal zijn. Adecus-voorzitter Shanti Finichan merkt op dat het uiteindelijk nodig was om het practicumlokaal dat een chemisch laboratorium huisvest uit te breiden. Er was dus behoefte aan meer ruimte. Het werd allemaal te krap en er was een ruimte beschikbaar. Die werd eigenlijk als een soort berghok gebruikt, maar men heeft er dan werk van gemaakt om een project te schrijven. Er is opgeruimd. Het project is ingediend bij Bureau Gemeenschapsprojecten en toen goedgekeurd. Dus de meerwaarde is dat er meer ruimte is. Er zijn ook wat nieuwe spullen aangeschaft, glaswerk, beamer, laptop. Dus ik kan meer studenten accommoderen tegelijkertijd. Zitten in een prettigere ruimte die er netjes uitziet. En vooral als studenten hun afstudeerwerk moeten doen, moeten ze dus proeven kunnen doen en dat soort dingen. En dat kan dan. Ja, is er dus meer ruimte beschikbaar om dat te doen in, voor hen. Want een deel wordt gebruikt voor onderwijszaken, dus om te leren, practicum te doen. Maar op een gegeven moment moet je ook zelf je werk doen. En er zijn ook dienstverleningsprojecten, als ze dus voor bedrijven. Daarmee kan je ook geld verdienen, dus ook dat is een meerwaarde. Studenten van de technische faculteit, waaronder geowetenschappen en agrarische productie, kunnen ook gebruik maken van het practicumlokaal met labfaciliteiten van de FWNW.